Eén bronzen plak op de 200 meter vlinderslag voor Yuri Verlinde. Dat was de medailleopbrengst van dit EK. Toch kijkt Marcel Wouda tevreden terug. Voor ons is dit een toernooi in een opbouw van een seizoen. We hebben hier zeker niet naartoe gewerkt of naartoe gepiekt. Dus we wisten van tevoren dat we gewoon hier waren om wat goede races neer te zetten. En dat is gelukt. Als zwemmer was Wouda een perfectionist. Alles werd tot in de puntjes voorbereid. En als coach? Nou, ik ben nog steeds wel iemand die gaat voor perfectie. En ik ben dat misschien iets minder. Als zwemmer was ik daar misschien soms een beetje obsessief in. Dreef ik dat te veel door. Ik ben daar nu wat menselijker in, denk ik. Maar dat is wel mijn taak. Het is wel mijn taak om een topprogramma neer te zetten. En daar ga ik ook voor. Ja, tot nu toe bevalt het net zo goed als bij Jaco, zeg maar. Het is bijna hetzelfde. Alleen het zijn gewoon twee andere personen. Nu was jij als zwemmer, ja, een heel veelzijdig zwemmer. Is dat een voordeel? Dat heb je voor op Jaco? Nou, ik weet niet of dat per definitie een voordeel is. Het kan een voordeel zijn als je dat op de juiste manier weet in te zetten. Je ziet ook wel, er zijn weinig echte topzwemmers die als coach ook succesvol zijn geweest of zijn. Ik heb een zeer illustere voorganger met een enorme staat van dienst. En het enige wat ik... Het is geen wedstrijd om dat te verbeteren. Want dan ben je met iets anders bezig dan met datgene waar het om gaat. En dat is namelijk ervoor zorgen dat er een optimaal programma staat waar die sporters zich kunnen voorbereiden. En dat is mijn taak. En dat gaat wel goed komen. Ik ga daarvoor.